Het woord is aan de heer Van Meijeren van FVD. Dank u wel, meneer de voorzitter. Voorzitter, het volgende citaat bevat taalgebruik dat als schokkend kan worden ervaren. Kanker, kanker, kankerzooi. Het zijn de woorden van een lid van de oproerpolitie, werkzaam onder de eindverantwoordelijkheid van de minister. Hij hanteerde dit taalgebruik terwijl hij, gewapend met een knuppel, afliep op een coronademonstrant die weerloos op de grond lag. En hoewel deze weerloze burger geen enkele bedreiging vormde, vond de agent het nodig om hem een trap tegen zijn hoofd te geven. Een explosieve trap tegen het hoofd van iemand die weerloos op de grond ligt. Het is het laagste van het laagste. Het lafste van het lafste. Je zou mogen verwachten dat deze agent, deze agressieve agent, direct door zijn collega's tot de orde zou worden geroepen. Maar het tegenovergestelde gebeurde. Zijn collega's stonden erbij en keken ernaar. En een van de agenten besloot hem zelfs een handje te helpen. En met z'n tweeën bleven ze nog een tijdje inknuppelen op de demonstrant, terwijl ze hem uitscholden voor kankermongool. Terwijl de demonstrant nog even weerloos op de grond lag en inmiddels überhaupt niet meer bewoog. Voorzitter, het zegt wat over de verziekte cultuur bij de politie. Het is inmiddels overduidelijk dat dit voorval niet op zichzelf staat. Het is geen incident. Het is slechts het zoveelste voorval in een patroon van extreem gewelddadig optreden door de politie tegen wie het lef heeft om zich te verzetten tegen de tyrannieke coronamaatregelen. In de verzamelbrief van de minister uit juni dit jaar staat: het uitgangspunt van ieder politieoptreden is de-escalatie. Waarom geldt dit uitgangspunt niet bij coronademonstraties en wordt daar ingezet op provocatie? We hebben het hier over het functioneren van de politie als zodanig. En daar is maar één iemand verantwoordelijk voor. De minister van Justitie. En de minister lijkt het wel prima te vinden dat ze mannen erop loslaan tegen weerloze burgers. Hij keurt het niet af, maar spreekt zijn steun uit voor de politie. En zolang agressieve agenten zich gesteund voelen door de minister, zal dit wangedrag van agenten eerder toenemen dan afnemen. De minister stimuleert met zijn houding dus buitensporig geweld tegen coronademonstranten. Gisteren was het opnieuw raak en werd er opnieuw door een groepje agenten met knuppels ingeslagen op een weerloze coronademonstrant die op de grond lag. Voorzitter, bij het vorige commissiedebat over de politie op 10 juni vroeg ik al aandacht voor dit structurele probleem. En de minister zei toen, en ik citeer: ik vind dat de politie in ons land zeer adequaat en beheerst optreedt bij alle soorten demonstraties. Is de minister bereid die woorden te heroverwegen en eindelijk afstand te nemen van grof fysiek geweld tegen weerloze burgers? Als de minister dit blijft weigeren, bevestigt dat waar Forum voor Democratie al tijden voor waarschuwt: het einde van de rechtsstaat. In een rechtsstaat beperkt de politie zich namelijk tot het opsporen van strafbare feiten en ligt bestraffing in handen van de rechter. En een staat waar de politie zowel strafbare feiten opspoort als mede direct lijfstraffen uitdeelt, heeft meer weg van een politiestaat. En in zo'n staat wil ik niet leven. Dank u wel. Dan kom ik bij meneer Van Meijeren. Dank u wel, voorzitter. We worden aan de lopende band geconfronteerd met beelden die door merg en been gaan van overduidelijk buitensporig politiegeweld tegen weerloze coronademonstranten. En tot op heden weigert de minister consequent om hier ook maar in de lichtste bewoordingen afstand van te nemen. De Haagse politiechef daarentegen, die zegt tenminste aan de hand van de beelden: dit mag niet. Dit is niet de politie die we willen zijn. Hij keurt het af. Kan de minister zich tenminste bij deze woorden aansluiten, of zegt hij dat ook de Haagse politiechef te snel oordeelt en de uitkomsten van een of ander onderzoek moet afwachten? De minister. Voorzitter, eerst even het eerste deel. Ja, ik heb daar genoeg over gezegd. En ik vind demonstratierecht, ik herhaal het nog eens, is echt een belangrijk recht in onze samenleving.
En mensen die zich daar gewelddadig tussen begeven, dat zijn geen demonstranten. Dat zijn gewoon mensen die heel bewust proberen om de maatschappij te ondermijnen. En eigenlijk ook die demonstratie te ondermijnen, laten we heel duidelijk zijn. En wat betreft de Haagse politiechef, ik vind het heel goed dat de Haagse politiechef alvast in ieder geval iets aangeeft, zonder dat hij overigens enig oordeel geeft over de zaak. Ik heb hem daar zelf ook kort over gesproken. En ja, ik denk dat hier ook nog steeds voor geldt, we moeten dit afwachten. En ik begrijp ook best dat mevrouw van der Werf zegt, ja, dan krijg je eigenlijk pas na 2 maanden. Maar ja, dat is waar we toch weer eens met elkaar naartoe terug moeten. Misschien duurt het wel een jaar. Sommige zaken moeten we gewoon echt om het individu, of soms de groep, recht te doen. Die moeten we gewoon echt goed en grondig onderzoeken. Meneer Van Meijeren. Ja, voorzitter, het valt wel op dat de minister zo terughoudend is om ook maar enig oordeel te vellen over de politie, maar wel direct zijn mening en oordeel klaar heeft over de coronademonstranten. Daar durft hij wel direct oordelen over te vormen. Hetzelfde viel op bij het supportersgeweld. De minister wist niet hoe snel hij zijn afkeuring erover moest uitspreken. Hij riep direct dat hij pleit voor een lik-op-stuk beleid, snel straffen om de maatschappij te laten zien dat dit niet geaccepteerd wordt. Waarom is hij niet zo doortastend als het aankomt op overduidelijk buitensporig politiegeweld? Waarom dit verschil in oordeelsvormen? In de ene kant zegt hij, we moeten heel terughoudend zijn en alles afwachten. En aan de andere kant heeft hij direct zijn mening en oordeel klaar. De minister. Ja, voorzitter, ik heb, want ik mag niet in herhaling vallen, heel duidelijk gezegd, gisteren, je hebt supporters, je hebt hooligans, of hoe je ze noemt, mensen met crimineel gedrag in en rondom voetbalstadions. De tweede groep richt ik me op. Vandaag hebben we het over demonstranten en gewelddadige relschoppers. Nou, die tweede groep, daar richt ik mij op. En ik heb nu een paar keer uitgesproken, naar aanleiding van de heldere vraag van mevrouw Simons. Hoor, demonstratie is een goed recht. Als er bij een demonstratie dingen niet goed gaan, moet dat onafhankelijk worden onderzocht. En dan richt het zich dus uiteindelijk wat mij betreft op de mensen die het niet goed doen. En als dat een keer een politieagent is, dan komt dat ook naar boven. Maar dat is gewoon, ik haal het nou juist uit elkaar. Ja. Nee. U heeft straks nog weer een interruptie, maar we gaan nu niet twee. Er zijn nog zoveel anderen die hier ook iets over willen zeggen. Als ik nog één andere interruptie heb, mag ik dit dan nu nee, direct nee, gebruiken? Nee, dan mag u weer achteraan sluiten. Meneer Van Meijeren. Ja, dank u wel, voorzitter. De minister reageerde totaal niet op mijn verwijt dat hij weigert een oordeel te vormen over aantoonbaar buitensporig politiegeweld tegen weerloze coronademonstranten, maar wel direct zijn oordeel klaar heeft als het aankomt op supportersgeweld en dan pleit voor een lik-op-stuk beleid, omdat de maatschappij moet zien dat mensen hier niet mee wegkomen. En doordat hij zijn onvoorwaardelijke steun blijft uitspreken voor de politie, die agenten worden niet ontslagen of zelfs maar geschorst, maar blijven gewoon aan het werk, gaat daar dus het signaal van uit dat die agressieve agenten er wel mee wegkomen. En waarom pleit de minister niet voor een lik-op-stuk beleid tegen buitensporig politiegeweld? De minister. Ja, voorzitter, u verwijt mij regelmatig, en ik heb daar zelfs eens een keer een ernstig gesprek over gehad, dat de antwoorden soms wel erg uitvoerig zijn, maar ik probeer iedereen te bedienen. Maar ik heb nu echt een keer of wat gezegd, onafhankelijk onderzoek, onafhankelijke rechtspraak. Ik heb nog eens net uitgelegd hoe het wettelijk kader zit voor de geweldsinstructie. En we schieten er helemaal niks mee op als een minister van Justitie en Veiligheid, die politiek verantwoordelijk is en die ook heel duidelijk zegt, hoor eens, ik sta voor mijn mensen als die allerlei oordelen geeft. Dat moeten onafhankelijke rechter doen. Maar ja, ik heb dat nu echt toch wel een aantal keren gezegd. Van Meijeren, afrondend. Nou ja, voorzitter, wie zwijgt stemt toe. En met zijn lakse houding stimuleert de minister dus dat iedere vorm van protest tegen het tyrannieke coronabeleid met harde hand wordt neergeslagen. En als de minister echt staat voor het demonstratierecht, dan zou hij geweld tegen vreedzame demonstranten afkeuren in plaats van stimuleren. En het leidt tot toestanden die we tot een paar jaar geleden alleen zagen in landen hier ver vandaan, waar gedemonstreerd werd tegen dictatoriale regimes. En dat dit nu ook in Nederland aan de orde van de dag is, dat is een levensgevaarlijke ontwikkeling waar ik me ernstige zorgen over maak en deze minister verantwoordelijk voor hou. De minister. Voorzitter, ik ga toch nog even iets zeggen. De afgelopen anderhalf jaar hebben we natuurlijk het afgelopen jaar vooral steeds meer demonstraties gezien. Overigens niet alleen op het gebied van corona. Ik noemde net nog Black Lives Matter. En ik sta voor de politie die daar zeer goed in optreedt. Ik sta ook voor de burgemeesters overigens die zeer ruimhartig
zijn in dat toekennen, dat mogelijk maken van demonstraties. En het beeld van een dictatuur en dat het wordt neergeslagen. Voorzitter, het is er niet. Er zijn gewelddadige types die zich tussen demonstranten mengen. En ik blijf zeggen, dat zijn geen demonstranten, dat zijn gewoon criminelen. En die moeten we er wel uit kunnen halen.